After School, Slam TV en zoals je ziet is Michiel aangeschoven. Michiel, welkom. Je bent van Artsen zonder Grenzen. Kun je uitleggen wat Artsen zonder Grenzen precies doet? Ja, Artsen zonder Grenzen is een medische noodhulporganisatie. En dat betekent dat we naar gebieden gaan waar een noodsituatie is. Heel vaak omdat het een conflict is of een oorlog of iets dergelijks. En dan gaan we daar naartoe en dan zorgen wij voor gezondheidszorg voor mensen die dat echt heel erg nodig hebben. Oké. En hoe lang ben je zelf al werkzaam voor? Sinds 2004. Dat is nu al 10 jaar? 10 jaar, ja. Hoe ben je daar zo bij terecht gekomen? Ik werkte eigenlijk in de zakenwereld. En op een gegeven moment dacht ik van nou, eigenlijk weet ik niet precies waarom, wat ik nou eigenlijk bijdraag. Mm-hmm. En toen dacht ik van nou, ik wil eigenlijk iets doen waarvan ik eigenlijk gewoon ieder moment weet waarom ik het doe. En toen ben ik daar goed over na gaan denken en toen ben ik bij Artsen zonder Grenzen uitgekomen. Wat gek. Ja. Wat voor zaken dingen deed je dan? Nou, ik werkte als strategy consultant, zoals het heet. Dus dan werk je met, analyseer je bedrijf om te kijken hoe ze meer winst kunnen maken of iets dergelijks. Dat is echt iets heel anders. Ja. Ja, okay. Ik ben ingenieur, ik heb in Delft gestudeerd en toen ben ik daar gaan werken en vervolgens bij Artsen zonder Grenzen terechtgekomen. Wat gaaf. Ja. En wat doe je nu precies voor Artsen zonder Grenzen? Nu werk ik op het hoofdkantoor in Amsterdam. Mm-hmm. Dus ik ondersteun de projecten die we doen in Congo, in Haiti en India. Okay. Maar dat is niet het enige wat je gedaan hebt? Ik heb altijd eigenlijk in het veld gezeten. Dus ik heb altijd als projectcoördinator gewerkt in de landen waar Artsen zonder Grenzen projecten heeft. Ja. Dus jij weet ook echt alles over te vertellen over de gebieden zelf, hè, waar jij dan persoonlijk geweest bent. Ja, ik kan je wel wat dingen vertellen, ja. Okay. We hebben een paar foto's van plekken waar jij bent geweest. Jij bent projectcoördinator geweest. Wat zien we hier bijvoorbeeld? Nou, hier zie je dat we patiënten aan het voorbereiden zijn op een reis in een speedboot. Dit is in Zuid-Soedan. In Zuid-Soedan werken we al een aantal jaren als Artsen zonder Grenzen en ik was daar vorig jaar. En nou goed, om daar te reizen is het soms heel erg moeilijk met de auto, want er zijn geen wegen, of er zijn weinig wegen. Mm-hmm. En vaak moet het via de rivier. Dus dat zie je, we hebben hier patiënten gevonden om naar ons ziekenhuis te sturen in een speedboot. Oké, ja, het ziet er echt zo uit als dat ik op vakantie ben geweest naar de Dominicaanse Republiek en we zitten met z'n allen gezellig in een boot richting een eiland. Maar vertel, leg eens uit, waarom is dat niet het geval? Nou, in Zuid-Soedan waren er conflicten en sterker nog, op het moment is het heel erg in het nieuws omdat het eigenlijk weer volledig is losgebarsten, de gevechten. Wat er gebeurt is ja, dat er twee gewapende groepen of meer elkaar te lijf gaan, maar ook vaak burgerslachtoffers maken. En speciaal daar zijn wij er dan voor, om die mensen op te vangen en ze zorg te geven. Jij bent daar dus ook geweest. Kun je een beetje het gevoel omschrijven wat daar heerst? Dat lijkt me heel moeilijk omdat... Als ik dat zie op een foto, dan kan ik me dat niet goed voorstellen. Jij hebt dat meegemaakt. Ja, nou, ik denk dat wat mensen zich bij oorlog voorstellen, is vaak gebaseerd op de beelden die mensen zien op tv. Mm-hmm. En vaak is dat gebeurt ook wel eens in een oorlog, dat het zo intens is dat er overal geweld is. Maar heel vaak is het ook rustig. En heel vaak proberen mensen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Alleen krijg je dan een incident waarbij doden vallen en ook burgerslachtoffers vallen. Waardoor het in één keer een noodsituatie weer is. En wat ook kan zijn is dat er bijvoorbeeld mensen proberen een normaal leven te leiden, maar ze durven bijvoorbeeld niet meer te reizen. Of ze kunnen niet meer wonen waar ze wonen. Dus ze proberen een normaliteit te maken, maar vaak kan dat eigenlijk niet zo goed. Okay. We hebben nog meer foto's. We kunnen de volgende laten zien. Van, waar is dit? Dit is ook in Zuid-Soedan. Op een gegeven moment waren er heel veel mensen op reis die reizen met hun vee, met hun koeien, omdat het te droog wordt in een gebied. En die werden aangevallen en hun koeien werden gestolen. En daar zijn heel veel doden bij gevallen. Het was een grote aanval op die mensen. En uiteindelijk ook heel veel gewonden. En vrouwen en kinderen dus die uiteindelijk hebben geprobeerd om door te reizen. En om in de buurt te komen van die rivier waar je net het bootje zag. Mm-hmm. En op die manier zijn wij hun gaan zoeken. We hebben ervan gehoord. We zijn die gewonden gaan zoeken. Maar... Niet alleen hebben we die eerste instantie die gewonden willen helpen, maar we wilden daarna natuurlijk ook gewoon kijken van hoe is het met die mensen verder. Want ze zijn heel veel dingen verloren, ze zijn hun vee kwijt. Zijn ze kapotgeschrokken natuurlijk ook. Hè? Zijn ze kapotgeschrokken. Dus wij wilden gewoon weten hoe is het met de gezondheid van die mensen en kunnen we daar iets aan doen. Dus hier zie je zeg maar mensen die wachten op een consult van een arts. Wat, hoe krijg je die melding binnen dan? Via telefoon eigenlijk, ja. Heel grappig, dan heb je toch weer een telefoon. En iemand die kan het dan iemand anders de boodschap doorgeven. Er zijn heel veel mensen op weg richting de rivier. Mm-hmm. Kun je dat doorgeven aan Artsen zonder Grenzen? En dan uiteindelijk krijg ik dat telefoontje gewoon op mijn normale telefoon. Zit ik daar en dan vertellen ze me het verhaal wat er gebeurd is. En dan proberen wij zo snel mogelijk natuurlijk om,
ons team klaar te maken om in die boot te stappen en die mensen te gaan zoeken. Je praat nu over wij en ons team. Uit hoeveel mensen bestaat dat, het team? Nou, uiteindelijk is dat project bijvoorbeeld, dan gaat het al snel over misschien wel 40 medische staf. Dus medische mensen en dan natuurlijk chauffeurs erbij en iemand moet die boot besturen. En er zijn allerlei dingen die er nodig zijn om een ziekenhuis te runnen. Maar in dit geval, het speedbootje, ging het over iemand die de boot kan besturen, een arts. Verpleegkundige, iemand die meehelpt met het aanspreken van mensen om de mensen te organiseren en te kalmeren. En ik dan was erbij als teamleider om te zorgen dat we veilig zijn, ja. Dat we weten waar we naartoe gaan en beslissingen genomen worden. Hoe zit dat qua veiligheid voor jullie? Want jullie zitten wel gewoon in gebieden waar het gewoon niet altijd veilig is. Ja, klopt. Is daar een soort van ongeschreven wet voor dat Artsen zonder Grenzen nooit aangevallen mag worden of zo? Nou, niet helemaal, maar aan de andere kant, nee, zeker niet. We moeten heel erg oppassen natuurlijk, want het zijn gebieden waar flink gevochten wordt soms. Maar aan de andere kant, de meeste mensen hebben baat erbij dat wij er zijn. Mm-hmm. En ook de strijdende partijen, die hebben ook kinderen en die hebben ook gezondheidsproblemen. Dus voor niemand zijn wij eigenlijk een bedreiging en we zijn eigenlijk positief voor iedereen. Dus wat dat betreft, dat beschermt ons wel. Moet ik wel zeggen dat niet altijd goed gaat. Want soms kan het ook zijn dat één gewapende partij echt niet wil dat er een ziekenhuis bestaat in een bepaald gebied waar hun vijanden, die zij dan als vijand beschouwen, wonen. Dus soms worden wij daar ook een slachtoffer van. Dus daar moeten we soms mee oppassen. Ja, precies. Ja. We hebben nog één foto, kunnen we die ook laten zien? Dat is dit een tent? Nou, dit is mijn bed. Dit is jouw bed? Ja. Wauw. Dus we waren dus die mensen, we hebben toen een week hebben we eigenlijk op het platteland aan die rivier gezeten. Mm-hmm. En we sliepen daar dus een week en er was daar een huisje waar we in konden slapen, maar het is eigenlijk veel te warm. Dus kun je je matras buiten leggen met een muskietennet eromheen en dan zie je dan die roeispanen die horen bij het bootje, het speedbootje. En op die manier kun je dan wat lekkerder slapen. Dus je leert ook wel een beetje inventief omgaan, ja. Je moet wel een beetje, het zijn niet luxe omstandigheden. Nee. Wat is voor jullie heel erg belangrijk? Wat heel erg belangrijk is eigenlijk dat we zelf kunnen bepalen waar we naartoe gaan en dat het niet zeg maar afhangt van politieke redenen. Mm-hmm. Voor ons is het niet belangrijk of iemand aan één kant van het conflict staat of aan de andere kant van het conflict. Voor ons is het heel erg belangrijk dat als je slachtoffer bent van geweld en als je in een gebied bent waar gevochten wordt en je hebt medische zorg nodig, dat wij dan naar je toe kunnen gaan om dat te geven. Dus, vandaar dat deze actie bijvoorbeeld ook heel belangrijk is. Dat betekent dat we met dat geld dingen kunnen doen. En dat we niet per se eerst moeten aankloppen bij een regering om geld te vragen. Maar dat we eigenlijk al wat geld hebben om, als wij denken dat het nodig is, snel zeg maar ter plekke te zijn. Ja, onder andere dus op te ook met de SLAM School Awards. Ja, absoluut. Dus SLAM, een samenwerking tussen SLAM en Artsen zonder Grenzen. De bedoeling is natuurlijk ook dat als jij op school zit en jouw school wilt aanmelden als leukste school van Nederland, dan helpt het mee als je ook een bedrag doneert aan Artsen zonder Grenzen? Dat is voor jullie heel erg belangrijk. Ja, nee, ik vind het echt fantastisch. Deze actie, SLAM School Awards. Ja, dat zijn dus de dingen waardoor wij ons werk kunnen doen zoals wij denken dat het moet. Okay. Dus dat is fantastisch. Dus ja, ik wens jullie ontzettend veel succes ermee allemaal. Nou ja, jullie ook. Michiel, dankjewel dat je langs wilde komen. Ja, dankjewel.